Jeugd en natuurwacht De Populier in Sint-Oederode hield een open dag. Op 8 basisscholen werden gastlessen gegeven om de kinderen te vertellen over alles wat groeit en bloeit. Wie daarna geïnteresseerd was, kon naar Streekpark Kienehoef voor nog meer les. Maar dan in de natuur. Het kan zijn dat je nodig niet meteen scherp zit, maar moet je hier een beetje aan gaan draaien. Ja, moet het naar links of moet het naar onder? Naar jou toe. Kijk, naar jou toe. Als je naar jou toe haalt, dan gaat hij naar beneden. Ah, en andersom gaat hij naar boven. Ja, maar jij weet niet eens waar dat beest is. Waar is dat beest dan? Ja. Kijk, maar hij zegt helemaal niet wat beest. Het zijn ook allemaal hele leuke dingen om te doen. Ze hoeven niet alleen maar te luisteren. En ze hebben niet het idee dat het hier een of andere school is. Maar ze gaan een egelkast in elkaar schroeven, ze gaan door het waadpad lopen, waterdiertjes bekijken, ze gaan iets knutselen. En ze gaan poep bekijken van welk dier het is. En zo is er van alles te doen, oude werktuigen, oud gereedschap bekijken. En de ouders komen mee. En die zien dan ook welke club wij zijn. Ja, hij is best wel snel, zoals je ziet. Kijk. Kan hij ook gewoon boven water leven? Hij zit op de zijkant. Ja, zoals je ziet. Hij kan een beetje boven water leven. Maar dat doet hij liever niet. Hey, dat kunnen we thuis ook. Hè? Dat kinderen lekker buiten bezig zijn. En ook dan toch iets leren. Maar op een hele speelse manier. En dat zijn dingen die ze altijd onthouden. De jeugdnatuurwacht heeft meer dan 40 leden. Er is wel wat verloop. Want kinderen willen nog wel eens afhaken als ze naar de middelbare school gaan. Als de kinderen die nu op de open dag waren allemaal lid worden, dan zijn ze bij De Populier heel tevreden. Ongeveer, ja. Hierin, hier de ruitenboren. Zo. Ja, oké. Dit is wat we hebben. Zullen we het lijstje in de Ja? Ja, goed zo. Ja? Ja. Trekken. En dan mooi geworden, Emily. Mooi, trekken. Heel mooi. Tel eens, wat ben jij aan het maken? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Daar hebben ze het allemaal goed. Pak je brief daar. Echt? Ja. Kunnen wij dan ook poep-expert mogen? Ja, nou mag je dadelijk hier zitten. Zie je deze? Ja. Dat is voor Maïs. Oh, jullie hebben goed opgelet. Ja. En wat zie ik daar rechts? Wat is dat? Deze? Ja. Dit is van een cavia en dit is van een kip. Oké. Okay. Ja. Oh. Dit is van een. En dat van een schaap. Dit is van een rups. Nee. Oh nee. Nee. Van een. Vijf is van een pier. Van een pier. Ja. Ja. Er zit nog zand bij, zie je dat? Ja. En dit is van een vos. Ja. En die is ook van een vos? Deze die is volgens mij van een pissebed. Ja, heel goed. En die is van een konijn. En die is van een poes. Ja, kat.